Je wil ze gewoon die arbeidsmarkt op hebben. Ja. Ja, en dat is, ja, vind ik wel bewonderingswaardig eigenlijk. Vind ik wel heel cool. Ik heb er al zo'n 80 banen op zitten, dus ik hoop dat ik vandaag mijn steentje kan bijdragen. Ik ben in Den Haag en ga aan het werk als jobcoach. Carmen, jij bent jobcoach. Dat klopt. Ik kan me een beetje bedenken wat het inhoudt, maar ook weer niet helemaal. Nee. Kun jij het kort vertellen? Bij Randstad Participatie begeleiden en bemiddelen we kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. En daarbij kan je denken aan coachingsgesprekken voeren, begeleiden van opdrachtgevers, voorbereiden op sollicitatiegesprekken. Dit zijn met name jongeren die bijvoorbeeld een WAJONG-uitkering hebben, die chronisch ziek zijn, een fysieke beperking hebben en die op eigen houtje het vaak, waarvoor het vaak lastig is om een baan te vinden waar ook wel rekening wordt gehouden met eventuele aanpassingen die gedaan moeten worden. Maar ook wel echt wordt gekeken naar wat heb je nou nodig om goed te kunnen functioneren. Daarnaast geven van trainingen, dus bijvoorbeeld assertiviteit en effectief communiceren. En vandaag gaan we echt oefenen met concrete situaties waarmee ze aan de slag willen gaan. Mm-hmm. Dus ik wil eigenlijk eerst even teruggaan naar de vorige keer. Dat is altijd weer even een test om te kijken wat jullie is bijgebleven. Assertiviteit is zowel je eigen belangen behartigen als die van de ander. Dit zijn mijn grenzen en je bent je er eigenlijk van bewust van, hey, ik voel ze. Maar ik geef ze nog niet vaak genoeg aan. Wat had ik kunnen doen dan? Want je ziet het nu, ik voel jou gewoon. Lonneke gaat zo Tieneke spelen. Iemand die jij kent. Die vervelend is. Vervelend is, die het heel druk heeft. En die er helemaal niet op zit te wachten dat jij haar gaat vertellen dat zij op jouw plek zit. En dat jij daar gewoon wil zitten. Ja. Want waar ik voor jou heel erg naar wil zoeken, dat die interne scène zo weg is. En dat je inderdaad denkt van, ik ga gewoon zeggen, je zit op mijn plek en klaar. Pardon, Tieneke. Ik ben het lastig doen tegen je, maar je zit op mijn plek. En heb je daar een meeste indicatie voor? Ja, heb ik. Ja? Mm-hmm. Oké, dan ga ik wel weg. Okay. Wat voelde je nu van binnen? Ja, wat ik echt feitelijk dacht van binnen was, dat gaat je geen fuck aan. Ja, nee, maar ja. Ik zeg gewoon ja, die heb ik, zeg maar. Dus de lading is eigenlijk van binnen best wel intens. Ja. Ik vind het best wel bijzonder hoe je met die jongeren omgaat. Je ziet dat ze allemaal hun eigen probleem hebben. Maar zich compleet openstellen naar jou toe. Ook wel echt dat ik aan jou voel en zie, maar je wil ze gewoon die arbeidsmarkt op hebben. Ja. Ja, en dat is ja, dat vind ik wel bewonderingswaardig eigenlijk. Vind ik wel heel cool. Om te zien dat mensen groeien en zelfvertrouwen krijgen en zich boven zichzelf uitstijgen en dingen doen waarvan ze zelf niet meer hadden gedacht dat ze het zouden kunnen. Mm-hmm. Ja, als ik daar enigszins een bijdrage aan kan leveren, dat is gewoon dat is denk ik ook waarom ik dit doe. Ja. Ik doe dit gewoon volledig vanuit mijn hart en vanuit mijn passie. Ja, als jobcoach moet je natuurlijk sterk in je schoenen staan. Je moet empathisch zijn, vertrouwen kunnen winnen. En wat ik zelf een hele belangrijke competentie vind, is dat je echt moet kunnen verbinden. Cool. Ja. Nou, een beetje trots op jou of zo. Nou, dat wil je niet zeggen hoor. Dankjewel. Nee, vind ik heel cool. Ja, goed dat mensen zoals jij er zijn.